Coco heeft een grote bek, een dikke nek en daarom is hij gek. Hij springt op zijn paard zonder zwaard. Greet, je hebt met een aantal tieners van Peter Bos meegedaan aan de workshop. Wat was eigenlijk hun starttaalniveau? Het taalniveau van de Brusselse tieners is sowieso anders dan het taalniveau van de gemiddelde tiener. Het waren tieners die in de laatste jaren van het lager zaten en de eerste jaren van het middelbaar. Dus op zich is het taalniveau oké. Wat niet wegneemt dat het een extra moeilijkheid is om een dergelijke taalworkshop met hen te doen, omdat ze Nederlands kunnen spreken, lezen, schrijven, dergelijke dingen. Maar ermee spelen is wel een extra opgave voor hun en ja, moeilijker dan gewoonlijk. Herinner je je nog het moment dat je voor de eerste keer hebt voorgesteld dat jullie naar hier kwamen? Dat is al lang geleden. We waren eigenlijk al even op zoek naar een muziekatelier, omdat die groep er zelf naar vroeg. Dus toen we dan ook zeiden van kijk, in de paasvakantie gaan we effectief een aantal dagen rond muziek in een studio werken. Ja, waren ze laaiend enthousiast. Dus ja, ik herinner mij nog. Jullie zijn enthousiast naar hier gekomen. Is dat ook zo gebleven? Deeltelijk. Sowieso gelijk met elk project dat langer dan een dag duurt, zijn er momenten in het proces, ook al is het maar 4 dagen, dat je de groep opnieuw moet motiveren. We zijn begonnen met een oefening die over een korte tekst en een bepaalde methodiek ging. Heel tof, nieuw en zo. Dus dat ging allemaal tot op het moment dat werd gezegd van en nu voor echt. En dan moesten ze eigenlijk ongeveer hetzelfde opnieuw doen. En dan ja, hebben we wel een nieuwe wortel moeten voorhouden om hen daarvoor te motiveren. Maar op zich is het wel goed verlopen tot aan het einde toe. En ja, als het resultaat er is en ze kunnen naar hun eigen stem luisteren, dan ja, is dat allemaal wel weer vergeten en vergeven. Dus een beetje te lang misschien en ook een beetje vervelend af en toe, maar uiteindelijk toch nog een goed eindresultaat. Mag ik het zo samenvatten? Ja, absoluut. Je hebt die workshop nu mee gevolgd. Zou je het nu zien zitten om er zelf mee aan de slag te gaan? Heel persoonlijk, ik zelf niet. Ik ben zelf niet muzikaal, dus ik vond het ook een moeilijk project. Mijn collega zou daar waarschijnlijk beter in zijn, maar die is er helaas niet meer. En ik denk dat ik moest er zelf mee aan de slag gaan met een groep, bijvoorbeeld gedurende een semester, een weekatelier, dan zou ik wel meer tools nodig hebben. We hebben nu een bepaalde methodiek gedaan. Ik zou er wel verschillende moeten hebben of kennen om er, over een langere periode mee bezig te kunnen zijn, om iets te kunnen aanbieden. Je ziet het zelf niet echt zitten, maar denk je dat het haalbaar is? Ja, absoluut. Iemand die dat in zich heeft, gaat daar absoluut iets mee kunnen doen, ja. En wordt er bij jullie op het Peter Bos nog veel gerapt? Nee. Nee. Die groep is eigenlijk, dus de helft is ondertussen verhuisd. Want niet meer in de wijk, dus heel praktisch. Het heeft weinig met het project zelf te maken. Maar nee, bij ons is daarna eigenlijk doodgebloed. Het was een heel leuk project, maar er wordt nu niks meer mee gedaan. Sofie werkt bij de VGC. Wat doe je daar precies? Ik ben taalondersteuner bij de VGC, bij de jeugddienst. En dat wil zeggen dat ik de jeugdwerkers in Brusselse ondersteun om goed om te gaan met het Nederlands in hun activiteiten. En vanuit de VGC, hoe kijk je naar zo'n workshop als reptielen? Wel, ik heb dat natuurlijk bekeken vanuit de visie van de VGC rond taal in de vrije tijd. En die visie die gaat er eigenlijk vanuit dat de doelen van de vrije tijd centraal moeten blijven staan. Dus kinderen moeten in de eerste plaats spelen of knutselen of muziek maken in dit geval. Maar wanneer taal daarbij komt, dan is het altijd mooi meegenomen. En dat is hier eigenlijk heel sterk het geval. Dus de kinderen zijn een liedje aan het maken, ze zijn aan het rappen. Maar tegelijkertijd zijn ze bezig met nieuwe woorden te ontdekken in het Nederlands, met zinnetjes te maken. En zonder dat ze het beseffen, zijn ze eigenlijk Nederlands aan het leren. Dus op die manier past het rappen helemaal in de VGC-visie. Zijn er dingen die jou opgevallen zijn? Want je bent ook gaan kijken naar zo'n workshop. Ja, dat klopt. Het viel mij zeker op dat de kinderen heel vrijgelaten werden. Ze mochten volledig experimenteren. En als daar eens een zin tussen zat die niet helemaal grammatisch klopte, dan was dat helemaal geen probleem. Het belangrijkste was dat zij speelden met het Nederlands.
En wat het resultaat was, dat was eigenlijk van ondergeschikt belang. En ik denk dat dat heel belangrijk is om de motivatie van de kinderen om Nederlands te leren te verhogen. Want op school zijn ze eigenlijk gewoon om op elk zinnetje dat ze maken opmerkingen te krijgen. Van, oh, dat woord is toch niet juist geschreven. Of je zou die zin misschien anders moeten vormgeven. En dat gebeurt hier niet. En daardoor hebben ze het gevoel dat ze mogen oefenen in het Nederlands. Dat ze mogen experimenteren. En daardoor gaan ze zich nog beter thuis voelen in het Nederlands. Dus de kinderen vrijlaten, dat is al een tip. Heb je nog andere tips voor mensen die met die methodiek aan de slag willen gaan? Ik denk dat het aangewezen kan zijn om de methodiek een aantal keer te herhalen. Juist omdat de kinderen moeten leren experimenteren. De eerste keer gaan ze misschien nog een beetje bang hebben om dat te doen. Ze zullen misschien denken dat ze geen fouten mogen maken en zo. En ze zullen blijven in hun eerste voorbeeldjes zitten. Dat viel mij trouwens ook op de keer dat ik gekeken heb. Er worden een aantal voorbeelden gegeven en die worden vaak herhaald door de kinderen. Het is pas als je het een aantal keer doet dat ze daarvan ook los durven komen en dat het eigenlijk meer effect gaat hebben. Conclusie, je bent er wel voor. Ja, ik vind het een zeer goede methodiek die zeker past binnen de visie van de VGC. Sven, jij bent animator en educatief medewerker in de VC2 Chambéry. Je hebt die workshop al 2 keer gedaan. We hebben daarnet gezien hoe ze jullie gevolgd hebben die 2e keer. Met wie ben je naar die workshop getrokken? In het kader van het taalstimulerend project, Taaljongleurs, dat wij in Chambéry doen, zijn we met een 10-tal kindjes naar de studio's van Jes getrokken om mee te doen aan reptielatelier. Die kindjes die meegegaan zijn, spreken die goed Nederlands? De groep was heel gevarieerd. Er waren kinderen die Nederlandstalig waren, ook uit Nederlandstalig onderwijs kwamen. Er waren kindjes bij die voor het eerst werden geconfronteerd met Nederlands. En als je 10 jaar bent, is dat niet zo evident. Was het haalbaar voor degenen die niet zo goed meekonden met het Nederlands? Ja, toch wel, want de workshop was zodanig opgebouwd. Heel traag, heel rustig, geduldig. Waardoor dat zelfs de kinderen die niet zo taalrijk waren, heel goed mee konden, vond ik. En waren ze enthousiast om aan zo'n workshop deel te nemen? Want het gaat toch over taal natuurlijk? Ja, sinds ze wisten dat ze werden professioneel omkaderd en dat ze echt hun ding mochten gaan doen in een professionele studio, en dat hun cd werd opgenomen, waren ze wel heel gemotiveerd om mee te doen. Doorheen het jaar kunnen wij genieten van de aandacht van 5-6 kinderen voor het atelier. Maar nadat ze zich bewust waren dat we naar de studio's van Jes gingen gaan, dat ze daar hun ding mochten doen, konden we toch wel rekenen op 10 à 12 deelnemers, wat toch wel zeer positief is. En het verschil tussen die eerste en die tweede keer, was dat groot? Het verschil was tamelijk groot, ook in aanpak, maar ook in resultaat. De eerste keer was de aanpak iets meer in de richting van de animator die zelf het atelier stuurde. De tweede keer werd er heel hard geteerd op de participatie van de kinderen. Het verschil in resultaat was natuurlijk wel heel merkbaar. De eerste keer was het resultaat eigenlijk wel beter. Maar anderzijds moeten we onze vraag stellen van wat is het beste voor de kinderen? Het goed eindresultaat of een atelier waar ze heel goed kunnen in participeren en waar ze hun eigen ding mogen doen. Hebben jullie er achteraf nog iets mee gedaan hier of heb je nog reacties gekregen? We zijn daarna hier nog eens allemaal samengekomen om samen het resultaat te beluisteren. En ik moet zeggen dat we op heel veel toffe responsen mochten rekenen. En ik heb daarna ook van enkele ouders gehoord dat de kindjes luidkeels met hun cd'tje thuis meezingen. Dus wat dat wel een heel warm gevoel geeft natuurlijk. Steven, jij bent leraar Nederlands in de 2e graad van het Koninklijk Atheneum van Etterbeek. Hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n klas qua taalbeheersing? Je zit met gemiddeld 20 leerlingen van voornamelijk Nederlandstalige origine. Je hebt ook heel wat Franstalige leerlingen. Eigenlijk zijn het 2-talige leerlingen, leerlingen die het Nederlands wel machtig zijn, maar van wie de moedertaal Frans is. En dan heb je nog de leerlingen van wie het Arabisch of een andere taal de thuistaal is en die heel weinig in contact komen met Nederlands. Eigenlijk soms enkel op school. Ja. En met zo'n klas ben jij naar de workshop getrokken? Ja. Hoe is dat meegevallen? Wel, dat is heel leuk. Hè? Het is een project dat echt wel aanslaat. Niet alleen bij de leerlingen zelf, maar ook via mond-aan-mond reclame. Leerlingen doen dat graag, kunnen mekaars producten ook beluisteren via het internet. En ik moet wel zeggen dat het een geslaagd project is. Heb je het effect daarvan ook gemerkt achteraf? Eigenlijk wel. Hè. Dus het is een project waarbij de sfeer in de klas ook wel belangrijk is. En
ik heb de indruk dat wanneer je dat project gedaan hebt, dat je daarna veel vlotter met die klas kan werken, omdat ze zien van, hey, kijk, Nederlands volgen kan ook op een leuke manier. Dus eigenlijk is het resultaat wel positief achteraf. Zo positief dat je er zelf wel mee aan de slag bent gegaan. Ja, ik heb het eerste jaar me een beetje laten leiden door de mensen die dat project op zich namen. Dat was Said, de rapper van ABN. En de toenmalige coördinator van de Rockfabriek, dat was Mike Klaas. Na een paar jaar heb ik gezien van, kijk, eigenlijk kan ik dat zelf ook wel. En ik heb er een lesje van in elkaar gebokst voor in de cursus. Ik ben eigenlijk vooral zelfstandig bezig met het schrijven van het lied. Voor de opnames doe ik natuurlijk beroep op de mensen van de Rockfabriek. En hoe gaat dat eraan toe, zo'n les? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja. Wel, we beginnen met een brainstorm in de klas, waarbij de leerlingen dingen moeten opschrijven, termen waar ze aan denken als ze het woord rap horen. Vervolgens beluisteren wij een raplied van Said van ABM. De leerlingen gaan daar ook mee aan de slag, met woordenschat, inhoudsvraagjes. We lezen ook een tekst over de hip-hop, de vier basiselementen, waarbij ook weer vraagjes en woordenschat horen. We doen een beetje spelling en om tenslotte tot eigenlijke taalrap te komen. De leerlingen schrijven in groep aan een tekst, daar wordt op geoefend in de klas om die op ritme te brengen, om het juiste rijmschema daarin te steken en dan trekken we een paar weken later naar de studio. En heb je zo'n voorbeeldje dat je zelf kan voordoen, toevallig? Ah, nee, ik laat de leerlingen dat zelf doen. Ze vragen mij dat soms om ook even een of twee zinnen mee in te spreken. Dat doe ik uiteraard, maar enkel als er muziek bij is. Nu niet. Gerda van de Kriekelaar in Schaarbeek, jij hebt ook ooit deelgenomen aan Reptielen. Ja. Ja, met wat voor een groep was dat eigenlijk? Dat is een paar jaar geleden gebeurd. Dat was tijdens een activiteit van de Grabbelpas. En waren dat oude kinderen, jonge kinderen? Kinderen, jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. En hoe was het met hun taalniveau? Allee, hoe zat het met hun Nederlands eigenlijk? Bij sommigen heel slecht, om niet te zeggen bar slecht. En bij sommigen viel dat eigenlijk heel goed mee. En dat kon je ook zien daarna, als ze hun tekstje moesten maken en zo. Dat ging soms heel moeilijk. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan? Op het moment dat jullie zeiden, we gaan een rap-workshop doen, wat was de reactie? De reactie was van, oei, moeten wij dan een liedje schrijven en moeten wij beginnen springen en dansen? En dat was zo van, nee, gewoon een tekst. Hoe het juist werkte, wist ik ook nog niet toen. En dan waren ze wel heel enthousiast. Dat was prima. Kan je je nog herinneren hoe de eerste keer ging, de eerste keer dat jullie Reptielen gingen doen? Ja, we kwamen dus binnen in die studio, nogal donker. En dan legde iemand uit hoe het in zijn werk ging. Dus ze moesten al de letters van het alfabet opschrijven en daar dan woordjes bij verzinnen. En dan bij die woorden rijmwoorden. Voor sommigen ging dat heel vlot. Er was zelfs iemand, dat was op 1, 2, 3 gebeurd met tekst en al. En bij sommigen ging dat dan heel moeilijk. Kinderen die echt niet de taal niet machtig zijn, het Nederlands niet machtig zijn, ja, die kunnen dat echt niet zo goed. Maar dan helpen wij wel een beetje. Ja, dus soms een beetje moeilijk voor de kinderen, hoor ik dan. Hoe was de reactie, hun enthousiasme eigenlijk achteraf? Ja, dat was wel super. Vooral als ze dat dan mochten brengen voor de microfoon en met die hoofdtelefoon op, dan dat was echt. Zijn er nog kinderen bezig nog steeds met dat rappen of helemaal niet meer? Eigenlijk niet. Dat was een activiteit van de Grabbelpas, zoals ik al zei. En die kinderen komen eigenlijk niet meer naar de Kriekelaar, maar wel één meisje die daar supergoed in was, Ikram, een Marokkaans meisje, die komt nu als monitor bij ons werken. En die heeft zelfs onlangs gevraagd of ze die cd's mocht overnemen, want ze was daar zo zot van. En die is daar wel gek op. En ik denk dat ik haar eens ga vragen, omdat zij nu de oudste groep begeleidt tijdens de Kriekekraksclub op woensdagnamiddag. Ik denk dat ik haar eens ga vragen om dat ook eens te doen, naar de rapstudio te komen. Ja, dat is een tof idee. Die cd, jullie hebben die nog altijd, want dat is al een paar jaar geleden. Ja, en die werd toen, na die activiteit, werd die gewoon grijs gedraaid. Dat was elke dag, juffrouw nog eens. En dat was gewoon meezingen en meebrullen. Het kot stond gewoon op stelte. En nu, gaan jullie nu in de Kriekelaar nog iets doen met de rapworkshops? Nu niet direct, maar zoals ik al zei, misschien kan Ikram eens naar hier komen met haar groep en ik denk dat ze dat zeker graag zal doen. Geen vlieg, aan op brug en terug met zijn
hele familie kat en speelt met een pad op een mat. Hij heeft geprobeerd om gecamoufleerd te zijn en heeft vlekken op zijn nek. En is oranje en drinkt weer champagne. Miam miam, hij heeft ook zwarte strepen, want hij eet weer chocoladerepen. Heb je dat begrepen?